Hallo reviewvrienden, hoe gaat het met haar? Ik weet niet, er ging even iets mis in het hoofdje. Ik doe het gewoon nog een keer. Hoe is het met jullie? Hier is goed, hier is prima. Ja, natuurlijk. Ach, we houden van het leven, zeggen we maar. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons zacht met je opgestuurd? Laten we gaan kijken. Ja. Je bent toch benieuwd, hè? Je bent toch benieuwd. Ik ook, hoor. Eens zien. Mooi. Instant noedels. Maar voor instant noedels zien ze er nogal raar uit. Want als je mij vraagt, zijn dat pasta's of niet? Yopokki snacks. Sweet and spicy. Yopokki. En Yopokki komt zeker uit Japanie. En waar komt het vandaan? Het is niet te geloven, uit Zuid-Korea. Ja, het is Zuid-Korea. Yopokki snack, sweet and spicy. Ik weet niet wat het is. Wat zijn dit? Is dit pasta? Zijn dit pasta's? Met suikers en zoetstoffen. Huh? Is het snoep? Is het een toetje? Met suiker en zoetstoffen staat hierop. Sweet and spicy. Dus je maakt iets van suiker en zoetstoffen. Dus zoet. En ook spicy. Heet. Is het dan zoete pasta? Of... Jezus, wat is dit een moeilijk product, zeg. En dan heb je hier Yopokki snack. Hot en spicy. Met dezelfde soort. Ja. Ja, dat is toch geen pasta? Wat zijn dat voor rare wurmen? En dan heb je hier sweet and spicy. Yopokki cheese, kaas. En dat is geen toetje, een kaastoetje. Ik snap hier helemaal geen ene moer van. Yopokki, weet het? Yopokki snacks. Maar goed, wat moet je doen? Je moet het met water vullen, geloof ik. Neem ik aan. Dat is toch wel. Is het ook geen instant noedel? Dat is geen noedel. Jezus, maar. Hoe. Wat. Ik ga wel even kijken wat. Ik snap hier helemaal geen ene reet van. Ik dacht dat Yopokki's dat het instant noedels was. Dat je er water bij moest kieperen. En dan op moest drinken. Of tenminste soep moest eten met een lepeltje. En dit zijn op Yopokki's. Dat lijkt meer op een soort chippies. Die Yopokki's. Hier hoef je helemaal geen water bij te gooien. Dit is gewoon, dit is een soort chips uit Zuid-Korea. Heel ingewikkeld. Enfin. Het is een snack. Nu snap ik het. Het is gewoon, ja, kaassnack. Het is gewoon een Zuid-Koreaanse hot en spicy. Snack voor in de hoe heet dat? In de bioscoop of zo daar in Seoul. Ja, ik denk, we moeten weer water aanvullen. En dan moeten we weer roeren en wachten en gezeiken, gezeur. En dan neem ik een paar hap en dan brand ik me aan die hete, brand ik dan mijn bek. Die sweet spicy gaat wel, maar niet met kaas, dacht ik wel. Maar goed, het is gewoon iets anders. Sweet spicy, cheese en hot spicy. Nou, dan begin ik wel met die cheese, hokkie pokkie en snacky. Hé? Holy moly! Dit is de cheese! Ik brand op mijn bek, jongen! Wat is dit heet? En de hot en spicy, die moet ik wel proeven. En de cheese is niet normaal heet. En wat is het? Het is ook hartstikke zoet erbij. Het is een soort, wat is dit voor product, zeg. Het is een soort, en weet ik het. Het is een soort, het is niet eens chips achter. Het is een soort deeg, zoet deeg. Maar wat tering heet. En cheese, ik weet niet welke cheese ze hebben gebruikt. Oh, wat is dit pittig?
Niet normaal. Het lijkt wel een soort koek. Het is zoet als koek. Alleen dan een heel klein beetje kaassmaak. En voor de rest waanzinnig pittig. Nou, laten we dan maar naar de Swedish Spice gaan. Hokkie pokkie. Je proeft wel anders dan die. Suiker. Je proeft de zoetigheid. Zoet koekje. Ja, daar komt die. Ach, jezus. Jokkie pokkie zeg. Wat is dit pittig. Dit is niet normaal. Jokkie pokkie. Wat doen ze met me? Wat is dit, joh? Ik weet nog steeds niet wat voor materiaal erin. Wat zit erin? Jokkie pokkie. Een bloem, rijstmeel, palmolie, suiker. Stikkende suiker. Bijna 20% suiker. Jokkie pokkie kruiden. Dat zegt toch ook niet zo heel veel. En er zit allemaal zoetstoffen nog in en troep allemaal. Een pizza smaak, zeggen ze nu opeens. En smaakversterkers. Kaaskruiden, wat is dit nou voor gelul? Nou, er zit een zootje binnen in. Maar het is een soort zoet gebakken koekje. Wat verschrikkelijk heet is. En pittig. Oh, ik zie nu een pepertje naast de kaars staan. Dit valt wel mee. Hier is ook één pepertje. Valt ook wel mee. Nou, mijn mond, mijn tong, tot en met mijn slokdarm, bijna mijn endeldarm. Alles staat in de fik op dit moment. Van de kaas, van de sweet and spicy. En dan moet ik de hot and spicy nog eten. En dan zitten er dus 3 van die pepers in. Ik begrijp wel dat die Koreanen zo kijken zo. Want als jij een bak Yoki Pocky op hebt, dan denk je, oh, ik heb zo'n brandende mond. Oh, dat is racisme, dat mag niet, denk ik. Nee, dan word ik gecanceld. Nee. Die grap over die ogen, die neem ik terug. En ik wil mijn excuses aanbieden aan de hele Koreaanse gemeenschap in... Ik wil niet eens wel in Korea, denk ik. Hot and spicy. De Yoki Pocky. Nogmaals. Het is... Hoe heet het nou? Dat doet me een beetje denken. En dat hebben ze van die Spaanse koek. Dat kan je nu allemaal kopen. Dat is nu opeens hip. Dat is gewoon zo'n soort oliebollenmix. Wat spuit er zo uit. Dat is heel zoet en het eten mensen ook. Dat is een beetje dezelfde smaak als dit. Behalve dan dat die Koreanen er natuurlijk verschrikkelijk hoeveel pepers op sodemieten. Enfin, de kaas brand ik mijn bek. De sweet en spicy brand ik nog meer mijn smoel. En we hebben nu de hot en spicy. Ja, jullie begrijpen wat er gaat gebeuren. Achmetje die pist alweer in zijn broek van het lachen, want laten we Jan of heel eten, heet eten geven of chocola. Nou, daar gaat hij. Jok, het pokje of een spuitje. Oh, hier komt het toetje al niet eens. Eerst het toetje, dan het pittige. Hot en spicy. Vlammen slaan gelijk uit je bek. Even wachten, hè, en dan komt die 1, 2, 3. Ja, daar is hij. Oh, wat is dit erg. Ik heb geleerd dat je dus geen water moet drinken, dan wordt het erger. Je moet melk drinken. Heb ik niet in huis. Oh, zuchten doet al extra pijn. Nogmaals. Yoki Pocky is heel pittig. Het is een soort zoete, gefrituurde koek. En het is niet de bunker. Het is zo pittig. Alles doet pijn. Kan maar jinken. Tijd voor de cijfertjes. Firma Yoki Pocky hier in Nederland. De Yoki Pocky snacks. Hot and spicy. Sweet and spicy en cheese. Mogen jullie lekker houden daar. Zoek het lekker uit daar. Interesseer me niet. Weet je, ik denk dat je... als jij die Noord-Koreanen wil irriteren... Die mensen hebben heel veel honger. Omdat dat natuurlijk een communistische dictatuur is. En je denkt, ja, ik wil ze wel aan de ene kant voeden... En aan de andere kant wil ik ze ook een beetje treiteren. Stuur lekker een pakje Yoki Pocky de grens over. Dan branden ze daar allemaal in smoel. Ze vreten het allemaal op tot de laatste krumbel. Ja, omdat ze niks te bekken hebben...
Maar dit is gewoon pijn. Ik kan hier wel hele hoge of hele lage cijfers geven. Ik dacht dat het instant noedels was. Het bleek een snack te zijn. Een gefrituurde koekje met heel veel suiker. Dit is dan met kaas. Bloed, vergiftigend heet. Jokkie pokkie. Ja, ik kan hier wat voor cijfers kan hier vergeven. Sweet, spicy, ja dat klopt, het is sweet. En dan is het spicy, zo spicy, dat je het liefst jezelf in een ijsbad wil verdrinken. En, wat is dat? En de Jokkie Pokkie hot is spicy. Daar kan je gewoon iemand mee vermoorden. Ik denk als je dit stampt, en dat doe je in hondenvoer, is zo in één keer die golden retriever van de buren. Wat kan ik ervoor geven, jongens? Ik hoef het allemaal niet meer. Ik geef het allemaal wel een 5. Alle drie een 5. Omdat het bestaansrecht heeft in Korea. Gewoon lekker daar houden. Maar Jokkie Pokkie zeg. Wat een ontbloedhitte. Verschrikkelijk. Nou, ik ga verkoud afdouchen. Dag.